Hoi, leuk dat je er weer bent en welkom bij weer een nieuwe video. De eerste video van 2023. Nog een super gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je hele fijne feestdagen hebt gehad. Vandaag gaan we weer verder met het opruimen. En we gaan beginnen met het opruimen in de badkamer. Zoals je weet ben ik dol op opruimen. Ik heb al super veel opruimvideo's gemaakt op mijn YouTube kanaal. En het leek me dus heel erg leuk om in 2023 nog meer te gaan opruimen, schoonmaken. Maar dan ook echt dingen wegdoen. Dus niet verplaatsen en netjes maken, maar echt opruimen. Het opruimen van de badkamer heeft best wel een tijdje geduurd. Dus de beelden die je zo meteen te zien krijgt, die zijn van echt best wel lang geleden. Daar had ik mijn pony nog niet. Dus mocht je denken van, ik snap het niet. Vandaar. Super leuk dat je er bent. Ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Pak er wat lekkers bij. En dan gaan we nu beginnen met het opruimen van de badkamer. Oké, het is echt verschrikkelijk. Ik durf het bijna niet te laten zien en ik irriteer me er mateloos aan. Maar dit is dus de badkamer, hoe die er nu uitziet. Oh my god. Ja, het is dus echt gewoon één grote chaos. Terwijl hieronder hebben we dus best wel veel ruimte om dingen op te kunnen bergen. Ja, dit zijn dus eigenlijk geen lades. Dit zijn gewoon klapdeurtjes, wat ik eigenlijk super jammer vind. Het zou gewoon zo fijn zijn als dit zeg maar een lade is die je eruit kunt trekken. Want zo kom je namelijk zo slecht bij de achterste spullen. Oh, wat vreselijk dit. Maar goed, we hebben een tijdje terug hebben ook deze kast gekocht bij IKEA. De middelste lade is van George. De onderste, daar zitten de handdoeken in. En de bovenste, die is van mij. Maar die zit dus helemaal vol met allemaal haarspullen. Ik had hier een leuk hoekje van gemaakt, maar hier staat nu de babyweegschaal. En hiernaast een wasmand met nog meer troep. Oh, het is echt zo erg. Overal waar je maar kijkt, liggen gewoon dingen. Het is één grote bende, dus dit moeten we gewoon, ja, dit moeten we netjes gaan maken, want dit is gewoon niet te doen. Kijk dan wat erg. En hier aan de andere kant van de wasmachine en droger hebben we dus ook nog een heleboel opbergruimte. Maar zoals je ziet wordt het nu helemaal, ja, niet goed benut eigenlijk. Deze bakken hier kan namelijk ook nog echt superveel in. Hier zitten zoveel spullen in die ik dus niet gebruik. Of althans die ik wel wil gaan gebruiken, zoals backups. Dit zijn allemaal droogshampoos namelijk. Maar goed, ja, het is een beetje zonde. Dit neemt heel veel ruimte in beslag. En ik zou het heel fijn vinden om hier dus lekker mijn ondergoed in te bewaren. Zodat als ik me wil aankleden of ik wil me douchen terwijl Jason slaapt, dat het gewoon kan. En is het wat? Hallo, Manny. Hi. High five. Yeah. Oh jongens, het begint ook echt al helemaal donker te worden. Dus ik heb mijn lamp er maar eventjes bijgezet. Om eerlijk te zijn, ik weet ook echt even niet waar te beginnen. Ik denk gewoon dat we alles helemaal leeg moeten halen. Dus dat we zien welke producten, welke spullen, alles wat we allemaal hebben. Dus alles wat je ziet, al die producten, alles in de kastjes, alles hieronder, alle losse dingetjes, alles wat je ziet. Dat we dat gewoon ergens apart neerleggen, want dan kunnen we het misschien ook een beetje categoriseren. En dan per categorie kunnen we het gaan opruimen. Want ik ga zo meteen George hulp vragen, want ik ga dit niet in mijn eentje doen. Want dat is gewoon echt veel te veel werk. Bij de Action hadden we trouwens deze bakken gevonden. En als het goed is, George heeft het opgemeten, passen deze bakken hier dus echt perfect onder. 4 naast elkaar en 2 op elkaar. Oké, alle spullen die we dus hier in deze kast hebben liggen, die ga ik er nu eventjes uithalen. Alles wat we hier achter ook hebben liggen. En dat ga ik op de grond leggen, zodat we dat kunnen uitzoeken. Dit is niet normaal. We hebben namelijk zoveel wasmiddeldingen. En hieronder ook nog allemaal voorraad. Dat hebben we dan ooit gekocht in een aanbieding. Maar nu bij nader inzien is dat dus helemaal niet handig. Omdat je dan eigenlijk met al die spullen in je huis zit. Dit is leeg. Maar ja, dit is alles wat eruit komt. Of eigenlijk, erger nog, dit moet er natuurlijk ook nog eventjes bij. Oh, verschrikkelijk. Kijk dan wat de spullen. Oké, nou, plannen campagne. Ik wil eigenlijk ervoor zorgen dat alles wat hier ligt, of nou, nee, dat is misschien een beetje ambitieus. Maar al deze spullen die hier liggen, of in ieder geval de schoonmaakspullen, dat we die in die bak kunnen doen. Dat het in ieder geval veilig is opgeborgen, zodat Jason er niet bij kan. Oh, honey. Oh, jij bent ook lekker bezig zo te zien. Wil je even schrikken? Wat dan? Kom, moet je zien. Waar is het vandaan? Ja, dit komt dus alleen nog maar uit de kast bij de wasmachine. Oh, je deed ook nog. En dit is het enige schoonmaakmandje wat in de badkamer stond. Maar de rest komt dus eigenlijk allemaal uit die kast.
Oh, nou, één ding. Ik zie alvast een rol met vuilniszakken. Die gaan we waarschijnlijk wel nodig hebben. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Okay, we hebben dus een nieuwe droger. En George haalt dus die oude buis eraf. Oh my god! Oh, eeuw! Kijk dit! Eeuw! Godver! Deze kant is nog erger. Oh, niet normaal. Oh! Hey vriend, wat ga jij doen? Ja, ga je helpen? Ga je helpen? Niet de dingetjes eraf plukken. Ja. Zo, nou, George heeft de bak even daar neergezet. Hier alles ook even mooi schoongemaakt weer. Die gaan naar beneden. Ik zei, laat mij mijn gang maar even gaan. Bye. Bye. Oké, even een kleine tussenstand. Dit ziet er nu allemaal wel weer redelijk georganiseerd uit. Ik heb hier de schoonmaakspullen die we wat vaker gebruiken. En ik heb hier dan alle spullen voor de was neergezet. Dit is dus dat ladekastje. Die kunnen we gaan vullen. En ik moet er dus voor zorgen dat in de onderste lade dat daar dingen in komen die, nou ja, gewoon niet belangrijk zijn. Omdat deze er natuurlijk voor staat. Ja, en nu heb ik dus eigenlijk geen idee wat hier nou allemaal in zit. Al deze dingen die zijn van George. Maar ik gok dat de rest, zoals dit hier zo, dat dit eigenlijk gewoon lekker weg kan. Of ik zie, oh wacht. Ik zie hier bijvoorbeeld opzetstukjes voor de tandenborstel. Nog meer tandenborstels. Oké, nou daar moet ik dus toch nog eventjes naar gaan kijken. Dus misschien is het handig als ik nu even alle andere verzorgingsspullen van George en mij samen erbij pak. Dus zo'n dingen zoals tandpasta, tandenborstels, zeepjes. Dus in ieder geval niet de dingen die van mij alleen zijn. Zodat ik dat misschien in deze bak kan verdelen. We can spend our day in bed. Het is inmiddels de volgende dag. Ik ga weer verder met het opruimen. Waar ik vandaag echt mee aan de slag wil gaan, dat is dus dit kastje hieronder. Oh, wat een troep. Oké, dit is dus echt verschrikkelijk zoals je ziet. En ik had dus deze bakken gehaald bij Action. Dat zijn dus dezelfde bakken als dat we hieronder wilden zetten. Oh kijk, dit past perfect. Het past echt net aan. Dus dit komt helemaal goed. Dit is dan alles wat er uit dit ene kastje komt. Dat je echt denkt, hoe krijg ik het voor elkaar? Nu ga ik het proberen onder te verdelen in deze drie bakken. Maar eigenlijk ook meteen een soort van uitzoeken wat er allemaal weg kan. Dit gebruik ik zeg maar om mijn neus te spoelen. Maar dat kan ik dan makkelijk hierachter zetten. Want dat heb ik niet zo heel vaak nodig. Dit vind ik een hele fijne lijn. Dus dit wil ik ook zeker wel bewaren. Dus dit kan ook mooi hierachter staan. Deze heb ik heel veel gebruikt tijdens mijn zwangerschap. Om mijn buik in te smeren. Een hele lekkere crème. En nog een haarverf. Ik heb toch een beetje geschoven. De producten die eerst daar stonden heb ik erachter gezet. Zodat ik die ervoor kan zetten. Dat past precies. En als ik die dan opzij schuif, dan heb ik hier eventueel ook nog ruimte om dingen neer te zetten. Want hierboven, zoals bijvoorbeeld dit, hier zit een haarolie in. Hoop ik dat het past. Even kijken hoor. Oeh, dat wordt wel krap. Maar het zou eventueel kunnen. En dan samen met bijvoorbeeld deze, die ik ook niet zo heel vaak gebruik.
Dit is eigenlijk zoveel beter, want dan is het hierboven ook weer een stukje leger. En ook deze twee producten. Deze is trouwens echt heel erg fijn. Die gebruik ik voor het masseren van mijn hoofdhuid eens in de zoveel tijd. En deze die gebruik ik dan na het douchen. Hele fijne producten, maar die ga ik dus nu ook eventjes hier neerzetten. Zodat ik boven wat meer ruimte heb. Want dit gebruik ik niet vaak. Kijk, en zo kom ik er alsnog wel heel makkelijk bij, maar staat het niet in het zicht. Hier hebben we nog een bakje met allemaal troepjes. Die wil ik uiteindelijk ook helemaal weg hebben. En hier in deze lade heb ik nog een soort van make-up station gemaakt. Maar die gebruik ik eigenlijk ook bijna niet meer. Ik maak me tegenwoordig eigenlijk alleen maar op in mijn werkkamer, bij mijn spiegel. Dus dit kan eigenlijk ook allemaal weg. Tussenstand, want ik ben echt super happy. Kijk dan eventjes hoe leeg en netjes het inmiddels is geworden. En ook het kastje. Oh, ja, ik word hier dus echt helemaal blij van. Maar we zijn er echt nog lang niet. En eigenlijk ook de douche hier. Ik weet niet of je het kan zien. Eigenlijk moet die ook echt een keer goed schoongemaakt worden. Moet je zien wat een kalkaanslag allemaal. Het is nu 12 uur, dus ik ga nu even lunchen. En dan ga ik na de lunch, deze hoek ga ik hier aanpakken. En misschien de bovenste lade van deze kast. Oké, hier vang ik nu ook zoveel dingen weg. Omdat elke keer denk ik van ik ga het vast nog wel een keer gebruiken. Maar dan komt het er niet van. Dus dan kan ik het beter, doneren aan vrienden of familie geven. Dus nu ga ik het echt even grondig uitzoeken. Dit is echt al een stuk beter. Oké, dan wordt het nu lastig, want ik wil deze hele bovenste lade uitmesten. Want ik wil hier uiteindelijk iets van ondergoed in gaan bewaren. Maar zoals je ziet, deze helemaal vol met allemaal, een beetje haarspullen zijn dit. Maar er zijn ook hier heel veel dingen die ik nooit heb gebruikt of die ik niet ga gebruiken. Dus die ga ik er nu ook weer uithalen. Super rigoureus wat ik nu ga doen, maar alles waarvan ik in één oogopslag niet weet wat het is, dat gaat nu gewoon in één keer weg. Hier allemaal maskertjes, super lekker, maar ik heb hier gewoon echt, dat klinkt heel stom, maar ik heb hier gewoon echt geen tijd meer voor. Dit is zo'n octopus ding. Hier kun je dan hitlers krullen mee maken. Maar ga ik dit echt nog gebruiken? Ik denk het eigenlijk niet. Dus die doe ik ook gewoon weg. Deze foamborstel van Action. Die ga ik denk ik eigenlijk niet meer gebruiken. Als ik heel eerlijk ben. Deze krultang. Denk ik trouwens ook dat ik weg ga doen, want ik gebruik nu een andere. Ik weet even niet zeker of die ook van Babyliss is, maar dat is er zo eentje die niet zo'n klem heeft. Dat vind ik eigenlijk een stuk fijner werken. Dus ik denk dat ik deze weg doe. De foamy wil ik natuurlijk wel nog bewaren. Die ronde borstel, ga ik deze nog gebruiken? Ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Kijk, want dan past alles, zoals je ziet, in één mandje. Kan die nog dicht?
En hij kan ook nog dicht. Kijk wat fijn. En dan heb ik hier genoeg ruimte voor mijn ondergoed. Oké, dan nu het volgende. En dat zijn de handdoeken. Nou, zoals je ziet, die bewaren we dus in de onderste lade. Vet zonde van de ruimte eigenlijk. Zeker als ik het nu ook zo bekijk, denk ik van waarom hebben we het op deze manier gedaan? Dus is een mand, die hadden we een hele tijd terug, hebben we ook gekocht bij Action. Deze verkopen ze helaas ja, niet meer, naar dat ik weet. Maar deze is dus groot genoeg voor sowieso de handdoeken. Ik denk niet dat alle handdoeken erin passen, maar we hebben nog een tweede mand. Dit past, zoals je kunt zien, oepsa, perfect onder het badkamermeubel. Ik heb de onderste lade heb ik even gevuld met wat bakjes en mandjes die we nog over hadden. En alles wat ik in die bak heb gedaan, ja, dat is eigenlijk zonde. Dat kan misschien wel in die lade. En als ik het zo zie, denk ik zelfs dat we nog ruimte over hebben. We zijn inmiddels een paar weken verder. Kerst heeft er al tussen gezeten. Oud en nieuw. Het galmt hier ook helemaal. Maar dat komt dus omdat de badkamer nog steeds zo super netjes en opgeruimd is. Ja, ik ben er echt helemaal blij mee. En ik ben ook zeker van plan om in 2023 nog veel meer op te gaan ruimen. En dan niet een beetje dingen schoonmaken, te verplaatsen, maar echt opruimen. Dus dingen wegdoen. En nou, zoals je kunt zien, de badkamer is nog steeds helemaal netjes. Helemaal blij mee. Dus ik weet van mezelf nu dat ik het kan. En nu wil ik dit dus gaan voortzetten in de rest van ons huis. Dus nou, mocht je dat leuk vinden, dan kun je natuurlijk sowieso het hele opruimavontuur volgen. En voordat ik nu het eindresultaat ga laten zien, zou ik het super leuk vinden als je deze video nog even een dikke duim omhoog geeft. Als je het een leuke video vond. En dan ga ik nu aan je laten zien hoe het eindresultaat is geworden. Zeker dat ik met deze video jou een beetje heb kunnen motiveren om in 2023 ook lekker te gaan opruimen, spullen weg te doen en dingen schoon te maken. Dus mocht je het leuk vinden, ik heb sowieso een hele afspeellijst met opruimvideo's. Dus kun je er geen genoeg van krijgen, dan kun je zeker een kijkje nemen. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Super leuk dat je er was en hopelijk zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!